Weegschaal, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 10. En dat is van maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart. Dat is de kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het een week te zijn waarin je. Het lijkt een week te zijn waarin je voor jezelf wat dingen wilt veranderen. Alsof je wat zaken uit het verleden hebt waar je nog niet helemaal goed afscheid van kan nemen. Je zit een beetje te wikken en te wegen. En dat is natuurlijk ook wel precies wat bij de weegschaal hoort. Maar je lijkt deze week lijkt er wat meer moeite mee te hebben om dat besluit te nemen om verder te gaan. Het kan zijn dat je een stukje hebt wat je misschien nog niet helemaal goed hebt verwerkt. En waar je deze week ook echt de tijd voor gaat nemen om het wel te gaan verwerken. Want je lijkt wat in te schommelen in je gevoel. En dat komt eigenlijk omdat je iets nog niet helemaal afgerond hebt. En als je daar wat meer aandacht aan geeft en dus ook kijkt van, goed, welke kant moet die weegschaal dan opgaan? Of wil ik echt daar in balans blijven? Of mag die een klein beetje schommelen? Dat geeft je een stukje wat je wat meer rust gaat geven. Maar het is wel een stuk wat je voor jezelf echt onder ogen moet zien. Je begint heel vrolijk en blij aan een bepaald stuk, maar je weet eigenlijk dat het nog wel iets is wat je op moet ruimen, zodat je weer verder kunt gaan. Dit was alweer een korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.